Wij gaan nu overschakelen naar Suriname en hopen daar aan te treffen Ludwig Familier. Ludwig, ben je daar? Ja, Iwan, een luisteraars. Een goeiemorgen. Odi, odi, Iwan, vanuit het warme Suriname. En ik groet ook alle luisteraars. Ik kan me voorstellen, zowel in Suriname als in Nederland is er enige verwarring rondom de wintertijd, het ingaan van de wintertijd. Dus ik moet ook mijn agenda bijstellen. Maar daar ben ik weer. Nogmaals, odi odi aan alle Surinamers die ook in alle uithoeken van de wereld zich bevinden en prijsstellen op informatie uit hun vaderland. Zij luisteren trouw naar Radio Tamara. En Radio Tamara kan die dienst leveren dankzij medewerking van een aantal hooggeschoolde medewerkers die hun solidariteit betuigen aan Radio Tamara. En men kan op ons rekenen. We zijn ook blij dat de luisteraars het geduld opbrengen om Radio Tamara te blijven ondersteunen. Ik ga direct van start. Het is vandaag de overgang van zondag 27 augustus. Sorry, 27 oktober. Hoe kom ik op augustus? Maar ja, van 27 oktober naar maandag 28 oktober. Ja, dat is, we zijn dus Moes D van maandag 28 oktober. In de ochtenduren is het in Nederland. En daar is de wintertijd ingegaan. Dus de afstand, het tijdsverschil tussen Europa, dus Nederland en Suriname, is in plaats van 5 uren, nu 4 uren. Dus houdt u daar rekening mee. Ja, goed. We bevinden ons dus bij het begin van week 44. En week 44 die gaat van 28 oktober, gisteren zondag dus, tot en met, 28, wat zeg ik weer? 28 oktober is natuurlijk vandaag. Bij het krieken van de dag is het begonnen. Tot en met zondag 3 november. En wanneer ik hoor november, dan denk ik direct aan de maand waarin we gaan vieren dat Suriname op 25 november onafhankelijk is geworden in 1975. Dus de maand november staat in Suriname in het teken van onze zelfstandigheid, onze verworven onafhankelijkheid door harde arbeid en serieuze strijd. Dat wordt constant verzwegen en genegeerd en ontkend. Maar dat gaan wij bevestigen. Dat elke Surinamer goed heeft bijgedragen aan de decolonisatie van Suriname. En we hebben onze onafhankelijkheid bevochten. Ja, en we moeten daar trots op zijn. Niemand houdt die trots van ons weg. Dit is de 73ste aflevering. Ja, en het jaar heeft 52 weken. Dus we gaan op naar de 100. Ja, ik heb het over de wintertijd al gezegd. Het is altijd een momentum van verwarring. Ja, maar je went wel snel hoor. Je went er wel snel aan. De hele wereld houdt zich bezig met de Amerikaanse verkiezingen. Die zijn aanstaande. Die komen eraan, zeggen we op zijn Nederlands. En dat is 5 november aanstaande. Dat valt op een dinsdag. Dus ik ben het speciaal gaan bekijken om u eraan te blijven herinneren dat het de spannendste verkiezingen worden van de Verenigde Staten. Omdat een beslissing zal vallen of men doorgaat met de sociaaldemocratie in de Verenigde Staten, of dat men gaat overschakelen op chaos en een maloot. Neemt u me niet kwalijk dat ik in deze termen spreek, maar ik antwoord populisme met populistische terminologie. En het is namelijk zo, Trump die heeft zich van zijn onbeschofte zijde laten zien aan de Amerikaanse burger, maar ook internationaal. En dat beseffen die Amerikanen nog niet goed, dat internationaal Amerika een flater slaat. Al is het om de gedragscodes die Trump als een laatste lap
Hij zegt wat hij wil, doet wat hij wil. Of het nou waar is of niet waar is, het kan hem niks schelen. En met zo iemand kom je niet ver in deze tijd. Want de hele wereld schreeuwt naar vrede, naar, laten we zeggen, naar elkaar luisteren. Schreeuwt naar compassie, zegt men. En begrip hebben voor elkaars leed en elkaars problemen. En Trump is het tegendeel. Ik heb u gezegd dat dit programma is een politiek programma dat gewijd is aan de politieke constellatie van ons geliefd Suriname. Ik volg de actualiteit en ik koppel er een analyse aan, een persoonlijke analyse van mij persoonlijk, zoals ik kijk naar de loop van de geschiedenis in Suriname, de politieke geschiedenis. En ik volg, zoals men dat in de historie uitdrukt, de bewegingswetten van de geschiedenis. We zijn, en dat beseffen te weinig mensen, we zijn een resultaat van die historische strijd die de menselijke soort voert om haar voortbestaan. Ja, dat is het resultaat van wat we vandaag de dag hebben bereikt. En daar moeten we de mensen aan blijven herinneren, omdat men, een heleboel mensen denken dat ze elke dag weer het wiel moeten uitvinden en beseffen niet dat er een geschiedenis voor ons in verschillende continenten mensen hun best hebben gedaan om te overleven en ons heel wat kunnen leren van wat zij zijn tegengekomen, zodat wij, of opdat wij, niet weer het wiel hoeven uit te vinden. Nou, even nog die Amerikaanse verkiezingen. Het is namelijk zo, kort samengevat, het gaat om Kamala Harris. Ja, die is presidentskandidaat. En zij is nu de vicepresident van de Verenigde Staten. En gaat dus promotie maken als ze gekozen wordt. En de tegenkandidaat is Trump. Donald Trump, die al eerder president is geweest. En waarvan de Amerikanen hebben gezien dat hij het land geen meter vooruit heeft gebracht. Wat hij wel heeft bereikt, is dat hij een klein groepje rijke Amerikanen iets steviger in het zadel heeft geholpen. En dat weet iedereen in Amerika. Maar het schijnt dat dat eigenlijk het verkeerde geloof is dat domineert in Amerika. Dat men zegt, als je iemand maar sterk genoeg maakt in de economie, dan kan hij met zijn verworven kapitaal en rijkdom en met zijn macht kan hij de problemen van die onderlagen oplossen. Daar hoopt men op. Want ik wil het niet geloven dat mensen lak hebben aan hun medeburgers en ten koste van hun zich verrijken. Maar het is het kapitalistische geloof dat, we spreken van een trickle-down effect, dat de rijken uit eigen beweging hun invloed zullen aanwenden van boven naar beneden, zal die rijkdom doorsijpelen naar de arme man. Ja, poepoe. In de praktijk is het gebleken nergens ter wereld te hebben plaats gehad. Dus het is een idee fix. Maar goed, ik ga verder. We gaan natuurlijk naar Suriname toe om te kijken wat er daar aan de hand is. Maar nog eventjes die Amerikaanse verkiezingen, omdat ze aanstaande zijn, want 5 november, dinsdag 5 november, is niet komende dinsdag, maar die dinsdag daarna. Ja, dus we hebben nog 1 week voor de verkiezingen in de Verenigde Staten. En zeg ik het goed, ik hoop dat ik het goed zeg, ja. Ik denk van wel. En dus het is een weekje nog, en dan wordt het beslist in de Verenigde Staten. En daarom is het zo spannend. En ik heb dus op de valreep nog deze mededeling, dat iedereen is geschrokken van een plotselinge waarschuwing in aanloop tot die verkiezingsdatum, heeft de echtgenote van de voormalige president van de Verenigde Staten, Barack Obama, en dat is Michelle Obama, die heeft zich in de publiciteit heel, heel fel geuit tegen het Amerikaanse kiezerspubliek en met name de Democraten. Ze is een beetje boos op die Democraten. Ze heeft ze als het ware wakker geschud. Ze zegt, Democraten, als jullie achterover gaan leunen
omdat jullie denken dat Kamala Harris het werk voor jullie heeft gedaan, dan hebben jullie het glad mis. Want als jullie niet hard werken nu, die komende week, ja, dan verliezen jullie het van Trump. Zij heeft haar vrees uitgesproken dat, en dat is het bijzondere in Amerika nieuws, dat dus een democraat en niet zomaar een vooraanstaande, die eerder een endorsement had gegeven. Dus endorsen betekent goedkeuren, bevestigen en je steun betuigen aan iemand. Dat noemen ze in het Amerikaans-Engels endorse, to endorse. En Michelle Obama had heel duidelijk Kamala endorsed. En nu, als het ware, komt ze een beetje terug op haar eerdere analyse. Want ze heeft dat geplaatst tegenover wat ze ziet, wat die democraten doen om die overwinning te behalen. En ze vindt dat bitter weinig. Men leunt te veel achterover, denkende dat men kan varen op de status quo die door Joe Biden is gevestigd. Dus dat men louter die macht van Joe Biden moet verlengen. En men doet er dus te weinig voor, vindt Kamala Harris. Ze port die Amerikanen als het ware van jongens en meisjes, dames en heren, gaan jullie naar die stembus en laat zien dat je er bent. Want zo achteroverleunend kom je er niet. Ze heeft de vrees echt heel serieus uitgesproken. Ze is een beetje boos. Zodra ik naar die zin denk, denk ik aan Maxima. Die wil zeggen, ze is een beetje boos op die democraten. Ze zegt, die moeten niet denken dat alles van een leien dakje gaat lopen. Ze moeten echt harder werken. En ja, ik moet je zeggen, het is een hele positieve ontmoediging van een kritiek, hè. Je kunt met je kritiek ook positief ontmoedigen. Want ontmoedigen heeft een negatieve bijklank. Je geeft dan je kritiek op iemand, maar met een goede bedoeling. Michelle Obama, die wil alleen die democraten wakker schudden. Want in de wereld, ik volg die politiek ook al zo'n halve eeuw. In de hele wereld is het vaker voorgekomen, hoor. Dat aan de macht zijnde partijen, die dachten, nou, we gaan onze macht eventjes verlengen. Dat die lelijk op hun neus hebben gekeken. Omdat mensen nou eenmaal verandering willen hebben. En gaan voor het nieuwe. En een beetje vernieuwing willen zien in hun toekomst. Dus daar moeten de Amerikanen voor waken, zegt Michelle Obama. De zeer intelligente vrouw van Barack Obama. Die in de peilingen heel hoog staat qua populariteit. En alle anderen die Kamala endorsen, ik moet zeggen, het is verbluffend, verbazingwekkend veel mensen uit het kamp van de Republikeinen die achter Kamala Harris staan. Dus de algemene opinie is nog wel in Amerika dat Kamala Harris een grote kans maakt, maar dit wordt een nek-aan-nek race, zoals u begrijpt. Ja, de peilingen gaan allemaal in de richting van dat Trump in bepaalde staten zelfs een Kamala Harris voorbij is gestreefd. Maar Kamala Harris heeft weer in andere staten een grotere voorsprong genomen. En zo houden de peilingen houden het spannend in de Verenigde Staten. Er is ook een stukje manipulatie bij natuurlijk. We moeten objectief blijven. Maar ik hou u op de hoogte. En het is toch voor de politieke constellatie in de wereld belangrijk, omdat met name de Midden-Amerikaanse landen, die zijn afhankelijk van overmakingen naar hun families vanuit de Verenigde Staten. En dat noemt men de remittances. De remittances die wij ook kennen van Nederland naar de Surinamers in Suriname. En voor Suriname is die stroom gaat in de honderden miljoenen. Ja, het is een jaar geleden waren we al beland op 200 miljoen per maand. Ja, dus we moeten rekenen op hele grote bedragen. Waar Nederland pas zich op het laatst is gaan beseffen dat het vitale geldstromen zijn. En toen is men die Surinamers die deden aan valutahandel in die stromingen, is men als het ware gaan onderzoeken. En men heeft een groot deel van hen, die top, gearresteerd. Omdat men heeft gezien dat ze eigenlijk loes bezig waren
een ondergrondse geldstroom te forceren. En dat begon men te noemen ondergronds bankieren, omdat het ene en ander aan overmakingen geschiedde in de schemerzone. En de schemerzone, daarmee betekent men de semi-legale zone. Dat het mag eigenlijk niet, maar er is niet voldoende wetgeving om het aan te pakken. Dus dan wordt het gedoogd. En dat is jarenlang, vanaf 1983 is dat het gaande, tot heden, dat er tussen het Nederlands geldverkeer en het Surinaamse geldverkeer een onduidelijke situatie bestaat. En die situatie is ontstaan omdat in 1982, eind 1982, na de decembermoorden, Nederland in feite op voet van oorlog is gekomen met Suriname. Het Suriname dat geleid werd door de militairen. En Nederland heeft toen aan alle banken in Nederland en internationaal signalen afgegeven dat het Surinaamse geld niet meer convertibel is. En dat wil zeggen, als ik het mag vertalen, in bankkringen zegt men, het geld is niet convertibel. Dat wil zeggen, je kunt met je Surinaamse valuta buiten Suriname geen dingen kopen. Je kunt geen zaken doen met Surinaamse valuta buiten Suriname. Want men vertrouwt die dekking van dat geld niet. En Nederland heeft geholpen om berichten de wereld in te zenden dat die Surinaamse munt aan het ontwaarden is en onbetrouwbaar is. En ik kan Nederland geen ongelijk geven in deze. Het blijft een onsportieve daad natuurlijk. Maar politiek is nou eenmaal politiek. En je kunt in die spanning die er bestaat tussen Nederland, de kolonisator, en Suriname, de gekoloniseerde, het gekoloniseerde land, kun je verwachten dus dat Nederland er alles aan zal doen om het gekoloniseerde land eronder te houden. En dat is ook geschied naar de militairen toe. En daarom zitten we vandaag de dag met de valutahandel, omdat Nederland van de een op de andere dag in de jaren 90... in de jaren 80 eigenlijk is het begonnen, wat ik zo net zei, in 1983. En in 90 heeft Nederland zelf een omissie moeten ondergaan om zich aan te passen aan de opkomst zijnde euro, waar ook een heleboel kritiek op was in de politiek. En dat heeft de situatie nog troebeler gemaakt. Nederland heeft eigenlijk de valutahandel onderschat en heeft, en van die verwaarlozing van Suriname hebben slimme Surinaamse handelaren, Hindoestaanse handelaren voornamelijk, die hebben daar gretig gebruik van gemaakt om die valutahandel naar zichzelf te trekken en zelf te beginnen met valuta te handelen. Zoals het de terminologie zegt, hè? Valutahandel, handel in valuta. En toen kreeg je wat men noemde de zwarte markt in Suriname, het zwart geld. Ik herinner u nog aan de dagen dat men in Suriname helemaal bij de Vierde Rijweg, Hendrikstraat geloof ik daar, geld moest gaan wisselen. Ja, en allerlei duistere erven moest fluisteren wat de koers was van de dag. En dan werd er gesjoemeld en gewisseld. En dat is doorgegaan tot de dag van vandaag. Omdat de regering, nog de banken, nog de cambio's vat kunnen krijgen op de wisselkoers van de Surinaamse munt. Omdat die wisselkoers een banditisme is. Ik zeg het heel duidelijk. Het is een geklooi met het geld van de staat dat gebruikt wordt om in die valutahandel te speculeren. Dat gebeurt tot de dag van vandaag. En we kunnen gerust de monetaire autoriteiten in Suriname, dat zijn de minister van Financiën, de directeur van de centrale bank en al die banken die geld bewaren en voor de geldcirculatie zorgen, die doen allemaal een beetje eraan mee om die speculatieve situatie in Suriname gaande te houden, waardoor niemand een touw eraan kan vastknopen en iedereen maar in de lucht zit te klagen, maar die topjongens uit het bankwezen doen er gewoon keihard aan mee. En men manipuleert die koers bij het leven. Ik durf te zeggen
dat, want ik ken die materie. Ik heb gewerkt voor de grootste Cambio van Suriname in Nederland. En ik ben de adviseur geweest van meneer Mizier op een blauwe maandag. Maar ik wist niet dat hij zo met die hele onderwereld van Nederland bezig was. Want die man had twee gezichten. Hij verkocht zogenaamd sieraden in Rotterdam, in de Kruiskade. Maar intussen was hij bezig met andere grensoverschrijdende geldtransacties. En deed hij zaken met zakenlui in Zuidoost-Azië en elders in de wereld. En hoewel ik me toen ben gaan verdiepen in de economie en uit die situatie die er toen ontstond, twee boeken heb geschreven voor deze meneer, heb ik toch spijt gehad van mijn bijdrage daar aan de activiteiten van wat men toen noemde Stichting Ashrama en de Suri Chains, wat later de Suri Chains Bank is geworden. Maar goed, dit is even om uw geheugen op te frissen, dat wat nu plaatsvindt, die Surinaamse koers zit, was gisteren nog op 35,10 of iets dergelijks. Dus hier wordt steeds hoger, die koers. En dat is eigenlijk contrair aan de marktsituatie van vraag en aanbod. Want het is namelijk zo, als het aanbod van vreemde valuta in de vakantiemaanden hoger wordt, zoals dat elk jaar het geval is, dan moet de wisselkoers dalen. Dus als je gewoon alle overige omstandigheden gelijk acht, en dat noemen ze ceteris paribus clausule, alle overige omstandigheden blijven hetzelfde, en dan moet er bij een toename van de vraag, van het aanbod, moet ik zeggen, van het aanbod van vreemde valuta door die vakantiegangers die in Suriname met vreemde valuta komen, moet dus door het vergrote aanbod van vreemde valuta moet die koers dalen. Maar je ziet dat die koers stijgt. En laat me het u zeggen in eenvoudige bewoordingen, ik hou niet van ingewikkeld doen hoor. Er wordt gestolen bij het leven. En het zijn die heren die u met een gladgestreken gezicht aankijken, die er niet voor schromen om bakken geld te verdienen tussen aanhalingstekens, en dat geld sluizen naar het buitenland. En zo is er heel veel Surinaams geld beland in het Caribisch gebied, met name op Curaçao en op Aruba. En hebben particuliere Surinamers daar zich langzamerhand weten, in Suriname, ik ben een mooie term om het uit te drukken, men zegt, men is gaan boren daar op Curaçao en op Aruba en Bonaire en al die eilanden, om dat geld dat men gestolen heeft in Suriname, onttrokken heeft aan die bevolking, en dat men dat veilig voor zichzelf gaat beleggen en gaat investeren op de Antillen en op Aruba. En want we zien dat die mensen, die eilanden, erin geslaagd zijn om redelijke economieën draaiend te houden, dan vernietigt men die Surinaamse economie om ten gunste van zichzelf en om zelf een lekker plaatsje op het strand te bemachtigen, zodat je vanuit je huis lekker de boten voorbij kan zien varen en elke dag kan gaan zwemmen aan het strand. Dat leventje beogen ze wel. En dan moet Suriname eronder lijden. En ik hoop dat de komende regeringen deze categorie Surinamers gaat aanpakken. Ik heb ook een waarschuwend geluid laten horen aan Aruba en Curaçao. Twee eilanden die me na aan het hart liggen. Ik ben zelf, heb ik 10 jaar op Curaçao gewoond. Zeker ben ik met de Papi Pimento, met de Comer de Tour. En ik kan u zeggen, ik heb de Antillianen wakker geschud. Als de vos de passie preekt, boer, pas op je kippen. Dat is het Nederlands spreekwoord. En dat zag ik naar aanleiding van een zogenaamd bezoek van Santokie aan Curaçao en Aruba. En ik heb hem zien lopen daar tussen die hoogwaardigheidsbekleders. En ik dacht, man, men weet niet waarmee men begonnen is. Nogmaals, laat Curaçao en Aruba geen spin-off effect slachtoffer worden van de malversaties in Suriname.
En weet u wat het kwalijke is? Want ik ga u eerlijk zeggen, er is niks mis mee als mensen heel veel geld kunnen verdienen. Ja, dat is nou eenmaal de aard van het kapitalisme. Maar waar ik voor waarschuw, is de etniciteit dat men, net zoals, ik nou geen andere volkeren noemen hoor, want dan heb ik wel ruzie met ze. Maar er zijn volkeren die dat ook hebben gedaan, die hebben in het handel drijven met anderen, hebben ze hun vrienden en familie alleen bevoordeeld en zijn toen schatrijk geworden in deze wereld. En dat is het enige kwalijke wat ik vind aan die kapitaalbezitters die in schaapskleren Aruba en Curaçao binnendringen, maar in feite zijn ze wolven die als ze eenmaal een economische positie hebben verworven, die nooit meer zullen loslaten. Men kan het vergeten dat die mensen op den duur plaats gaan maken voor Antilliaanse, Aromaanse en Curaçaose handelslui in de top. Men haalt zijn voet niet weg van wat men niet verworven. En dat is de waarschuwing die ik heb. We moeten eerlijk zaken doen. En ik moet u zeggen, de volgende keer kom ik erop terug. Ik heb positieve geluiden gehoord van het Curaçaose toerisme. Dat nu, het is uitbesteed aan een Nederlander die met name de luchthaven manage. En met goede resultaten. Curaçao gaat met rassenschreden vooruit. En dat wordt opgemerkt door die internationale kapitalisten die dan met hun geld naar Curaçao komen. Maar Curaçao moet oppassen dat ze het kind niet met het badwater weggooien, zoals men dat zegt. Wees voorzichtig. Let op die binnendringers die komen om hun eigen geld te maken en dan vervolgens het eiland in de steek te laten. Ja, dat is wat ze doen. Ze komen mee profiteren van een groeiende economie. En als er problemen straks komen door immigratie en noem maar op, andere omstandigheden, dan denken ze niet mee met de nationale staat. En voor Aruba geldt hetzelfde. Aruba heeft veel beter toeristische cijfers dan Curaçao. Hoewel Curaçao dus nu aan het opklimmen is. Ja, en een groter volume. Maar Aruba heeft een tijd lang aan de leiding gestaan, volgens de officiële cijfers die ik heb gezien van rapporten uit Aruba. En die Arubanen die richten zich met name op het Amerikaanse toeristen. Op Amerikaanse toerisme. En die Amerikanen zijn wat dat betreft big spenders. En die laten het goed merken op Aruba. Maar nu is het ook zo dat die Nederlanders een beetje Curaçao hebben ontdekt. Maar zeker ook Bonaire. En er is een enorme toestroom is van investeerders uit Europa. Om allerlei moverende redenen. Maar je blijft, mijn waarschuwing blijft overeind. Dat op Curaçao zeggen, man, nantinku, tegen de kudau, loke e pasa ora. Men moet oppassen wat er nu gebeurt. Dat de aantrekkingskracht van Curaçao ook tussen het koren kafmeet aantrekt. En dat zijn mensen die eigenlijk komen om jou economie te vernietigen. Dus ik zeg nog een keer in het papiamento, het Curaçao, Aruba, Bosnang, Kidou. Dus Tene Kidou zeggen ze, hè. Als ik papiamento praat, dat wil ik nog eventjes kwijt. Dan moet ik even denken aan Julian Coco, die de kunst verstond om dat platte Curaçao, het platte Antilliaans, het platte papiamento. Dan kon hij heel goed spreken. Hij kon switchen. En die codeswitching heeft een bepaalde naam in de taalkunde. Ik dacht dat het die glossie heette. Maar ik wil even een voorbeeld geven. Om een Curaçaoenaar te herkennen. Je kan zeggen, het is een chibolet. Als een Curaçaoenaar jou mag en warmte wil uitdrukken. En dan zegt hij in plaats van ja. Ja is gewoon si, is de kanseltaal. Ja is, en nee is no. Si y no. Maar wanneer die Antilliaan wil uitdrukken dat hij warm bij je staat, dan zegt hij zé. Ik vind het zo mooi. Dus
Dat woord zie wordt zij. Zij wat? We gaan. Zij. En wordt no, 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 no. Dus dan wordt het een beetje lezig uitgesproken met een ander accent. Zij in no. En dat kon Julian Coco heel goed. En hij maakte heel veel grapjes wanneer hij moest optreden. Maakte hij grapjes met taal, speelde hij. Maar goed, na deze taalkundige nuance, zal ik zeggen, ga ik naar die hoofdmoot van berichten. Want ik heb vandaag, door alle verwarring rondom die wintertijd en allerlei technische andere problemen, heb ik iets minder tijd. Dus ik ga steven af op het einde met wat nieuwsanalyses. En we belanden in Suriname. Dus, maar voordat ik in de... We gaan dus met de Surinaamse politiek nu verder. En het nieuws, hoewel ik dus naar Suriname overschakel, moet ik bekendmaken dat de president in het buitenland is. Meneer Santokhidi reist zich... Hij reist de wereld rond. Hij moet overal zijn, want ze hebben hem nodig. Hij is wereldleider. En ja, hij is van Curaçao, een kort bezoek aan Curaçao en Aruba. Is hij vertrokken naar de Verenigde Staten. Is hij in Miami geweest. En ik volg het niet op de voet. Maar ik kan u wel die reisbestemmingen illustreren. Want er heeft het een en ander in de pers gestaan. Is hij dus in Miami is hij geweest. En daar heeft hij een Surinaamse ondernemer. Het is iemand die aan de gevechtsporten doet. En die in het huwelijk is getreden met mevrouw Chan Shushu. Ja, en die heeft daar een barbecue-truck waarmee hij op straat, op hoeken van de straten, barbecue verkoopt. En Santokhidi heeft een bezoek gebracht aan die meneer om te illustreren dat hij ook met een gewone man en de presterende Surinamer goede contacten heeft. En dat ze met name ook niet Hindoestaan zijn. Dus daarmee, zo werkt de propaganda hoor. Hij moet dus die reizerij maakt ook plaatsen in het kader van de naderende verkiezingen in Suriname. En die boodschap is dus dat hij aan iedereen denkt. En zo heeft hij een hele heisa gemaakt met zijn communicatiedienst rondom een bezoek aan Jairzinho, Rozenstruik. Ja, heeft hij bezocht in Miami. En na Miami gaat hij naar Colombia. Daar gaat hij het Cali-kartel bezoeken. En ik weet niet wat hij allemaal te doen heeft in Colombia. En dan gaat hij daarna, dan komt hij even terug naar Suriname. Hij heeft zijn vrouw Melissa al eerder teruggestuurd. Die is al in Suriname terug. Die mag niet zien wat hij daar uitspookt. Want nu is hij met de echte mannen is hij overgebleven in die delegatie. En dat is prins Albert. Ja, die samen met Santokhidi zijn ze nu bezig een carrière klaar te stomen bij de OAS, want ze denken, als ze een puinhoop hebben gemaakt van Suriname, dat de OAS hun dan lust en dat ze daar achterover kunnen gaan leunen en veel vreemde valuta kunnen gaan verdienen. Dus hij is alleen maar daarmee bezig. En heeft hij dus die vrouwtjes, zoals Melissa, heeft hij niet nodig. Hij heeft al die lagere goden uit die delegatie gekieperd en ze naar Suriname teruggestuurd. En hij gaat verder met Albert, koning Albert, en met ik dacht dat een nieuwe ster aan het firmament is een of andere minister die ook in het gezelschap zit en die daar ook mee mag van de baas. En laat me geen namen noemen, maar in ieder geval dat gezelschapje is iets kleiner geworden, maar reist door. En ze gaan in november gaan ze het nog eens een keertje dun overdoen met een grote delegatie. Gaan ze naar Azerbeidzjan, dat is wel aangekondigd. En ze gaan als tussenstop gaan ze ook in Nederland, gaan ze die regering die maar niet wil vallen, gaan ze opzoeken. Ik weet niet wat die mensen te zoeken hebben in Nederland, maar ja, ze komen hier, dus laat ze komen, maar ja. En ze zijn daar op doorreis naar Azerbeidzjan. En ik ga u niet te veel tijd verliezen aan die reizen van meneer Santokhidi. Onze president, die heeft kritiek geleverd op alle vorige presidenten dat ze te veel reizen. Die reist 10 maal zoveel als al die presidenten in het verleden.
Dat is de werkelijkheid. En de bevolking ziet dat. Dus u moet dat ook onthouden als u in het stemhokje zit op 25 mei 2025. En ik had het al gehad over die witwasmachine in Suriname. Dat Santoki en een aantal medewerkers, die zitten stevig in het zadel in Suriname. En gaan van hun laatste dagen politieke macht alles in het werk stellen om het geld in de Surinaamse staatskas te gebruiken om valutahandel ermee te bedrijven. Want je kunt door niets te doen, door gewoon thuis te blijven zitten en geld aan te kopen en weer geld te verkopen, verdien je bakken geld. En dan praat ik niet over miljoenen, maar miljarden. Want wanneer je gewoon die komma kan verschuiven en deel mag doen waartoe je gemachtigd bent, dan doet Santoki het optimale. En dat kunnen wij de directeur van de centrale bank, meneer Roemer, verwijten. Waarom? Omdat die geacht wordt namens het volk controle te houden op die geldhoeveelheid, de wisselkoers en de koersstabiliteit, zeg men. En de waarde van de Surinaamse munt. Want die is zinder ogen aan het afnemen. Kijk, en dan gaan ze natuurlijk allemaal ontkennen. Ze gaan in ontkenningsmodus. Maar de feiten zijn daar. De bevolking klaagt. Ze kunnen die hoge prijsstijgingen niet meer bijbenen. Dat is de harde realiteit. Want ik zit nu in Suriname. Ik kan u dat bevestigen. Ja, het loopt de spuigaten uit. En iedereen klaagt. Maar ja, ik zeg, je moet niet alleen klagen. Je moet actie verbinden aan jouw klacht. En daarom breng ik dit weer naar voren. Dat het niks veranderd is nog. En dan wil ik wezen op een voorbeeld hoor. Van mevrouw Kuldeep Singh. Een minister, dacht ik, van Economische Zaken. Die heeft een economische controledienst ingesteld. En dan moet ik u zeggen, ik praat elke dag met toeristen. En dan ga ik u de ervaring van een toerist geven. En dan gaat u zien dat al die berichten van die economische controledienst, maar ook de berichten van de Nationale Communicatiedienst, dat die nergens op slaat. Het is gewoon soep met balletjes. Je kunt het gewoon op de vullersbak doen. Ik ga een voorbeeld geven. De Chinezen, die al die supermarkten beheersen, 80% van de supermarkten zijn van Chinezen. En die Chinezen die doen zogenaamd ook aan de prijs onder controle houden. Dus ze gaan de prijs niet opdrijven. En ze worden verplicht hun prijzen te zetten op de artikelen. En met name op de basisgoederen. Wat doen die Chinezen nu? Ik geef maar één voorbeeld om te zien dat die handel 10 keer zo slim is als de hele regering. Ze zetten inderdaad de prijzen op al die goederen. En ze hebben die klacht gehoord van de bevolking dat als je die winkel ingaat, zie je dat een bepaalde prijs staat op die producten. En als je de winkel uitgaat, is die prijs hoger geworden. Zo erg ging de inflatie in Suriname. Dus wat heeft die Chinees gedaan? Hij leest ook de krant. Dus die Chinees zegt, oh, die à la monetary. Dus die gaat zich aanpassen. Wat doet die Chinees? Die Chinees zet gewoon, ik zeg maar een voorbeeld, basisgoederen suiker, 50 SRD. Ik zeg maar wat. Suiker, 50 SRD. Zet die daar op heel netjes voor de economische controledienst. Attaque, mevrouw, die minister. Kon controle. Attaque, economische controledienst. Kon dan Engie dat mijn potie pleist, toch? Dus dan zet die 50 heel duidelijk op die suiker. Maar wanneer je bij de kassa komt, tikt die man iets anders op zijn bon. Die man tikt 60. En dan zeg je, maar obo. Voor dat kan, je pot 50. Voor potie 60. Maar na 60, die wakker kon nog. Atom 60. Dus die mannen schrijven wat ze willen. Trouwens, ik heb dit ook ontdekt hoor. Ik heb mensen die voor me werken. En die arbeiders. Die heb ik vanaf in het verleden hoor. Dat is niet iets van nu. Ik dacht ik moet de zaak onder controle houden. Dus ik zeg, meneer Singh of Prasad, luister nou. Tegen bij gereedschappen, Jimmy. Je moest jara bon, kon je, hè? Je moest jara bon. En die man zegt, meneer familie, geen probleem, jongen, met jara bon, kon toch.
En weet wat ik me ga ontdekken? Die mannen gingen bij een Chinees en zeiden tegen de Chinees, luister nou mee, op wat verbaar, zeiden. Amai, ax mi bon. Dus, weet je wat die Chinees heeft gezegd? Die Chinees heeft hem een bon boekje gegeven. Look, die boekje, teju kong, bij gereedschap, teju bon, kong bij. Mi poti, mi stempel, je mag de visa johan. Die man schrijft gewoon wat hij wil op die bon. En de Chinees zet zijn stempel. Hij weet dat niemand dat ding controleert. Dus die Chinees heeft gewoon dat aan mij gedaan. En waarom vertel ik deze dingen in de praktijk? Zou u die geen verstand heeft, vooral die laaggeletterden, houden ze voor een gek met allerlei maatregelen die ze aan het treffen zijn. Oh, wat werken ze hard om die prijzen onder controle te houden. Maar ze hebben geen ervaring met die praktijk. En dan wil ik u nou internationaal politiek daar hierop wijzen. Toen Indonesië, en dan praat ik over een bevolking van meer dan 200 miljoen, bijna 300 miljoen inwoners. Ja, ze hebben nu een nieuwe regering met een vrouw die minister van Financiën is. En die vrouw die zegt, ze gaat in de regeertermijn van 5 jaren... gaat ze Indonesië van een middeninkomenland maken tot een groot inkomenland. Dat ze zorgt dat die inkomsten verdubbeld en verdriedubbeld en verdubbeld worden. Maar wat is de geschiedenis van de Indonesische economie? Daarom haal ik dit voorbeeld aan. Onder Suharto, na de Tweede Wereldoorlog, hebben die Indonesiërs alle Chinezen weggejaagd uit Indonesië. Want hetzelfde wat in Suriname aan de hand was, was ook aan de hand in Indonesië. Het is niet iets nieuws. Die Chinezen, en je kan ze niet kwalijk nemen, als ze zien dat je slaapt, dan blijven zij wakker. Ja, ze kunnen toch ook niet gaan slapen. Dus, en wat hebben die Chinezen gedaan? Ze hadden al die winkels op de hoek, alle hoeken van alle winkels in Jakarta en alle andere eilanden, van die 15.000 eilanden die Indonesië rijk is, hebben de Chinezen die winkels op de hoeken hadden ze bezet. En die Indonesiër zag dat hij geen kans meer had in het midden- en kleinbedrijf. Was die Indonesiër uitgeschakeld door de Chinees. Ze hebben allemaal teruggekieperd naar China. Het is iets fatsoenlijker toegegaan dan wat Idi Amin heeft gedaan in Afrika. Maar er komt een moment waarop de bevolking gaat zien dat ze in feite bedrogen wordt. En dat dingen niet kloppen en niet eerlijk toegaan. Je kan niet in een land komen en al die belangrijkste posten in beslag nemen. En dan krijg je echt problemen van. En daarvoor waarschuw ik Suriname dat Suriname moet oppassen dat precies hetzelfde met Suriname aan het gebeuren is. Je ziet nu al dat de Chinezen het midden- en kleinbedrijf wordt beheerd door de Chinezen. Zij hebben alle bouwmaterialen zaken. Ze hebben die supermarkten. Ze beheersen die houtsector. En ze houden die Surinamers finaal voor de gek met alles. En er zijn zelfs plekken waar Surinamers niet mogen komen in Suriname. En staat er in het Chinees, in het Mandarijn, staat er een bord met de naam van een Chinees dorp. En Salamang nomus kont lappe. Als deze je polo je direct in een kan kont lappe. En als je gaat bekijken wat ze daar bezig zijn te doen, dan zie je dat ze handelen in cyanide, kwik. En allerlei rommel die ze in het stuurmeer dumpen. En ze weten drommels goed wat ze doen. En daarom zeg ik, als commentator, verslaggever voor Radio Tamara, zeg dat vanaf meneer Santoki aan het bewind is, heb ik gezien dat er een consistent etnisch beleid wordt gevoerd ter bevoordeling van de Hindustanse kleine elite. En dat hebben de Hindustanen zelf nu ook door. Dat is een positief teken. En daarom gaat in Suriname gaan er nooit rassenonrusten komen zomaar. Omdat de Hindustanen en dan praat ik over die grote groep, die ziet wat er gebeurt door een kleine groep machthebbers. En die zijn er niet mee eens. En dan krijg je een hele merkwaardige situatie in Suriname, dat eigenlijk de Hindustanen mee gaan werken om die Hindustanse regering die nu aan de macht is ten val te brengen. En dat is de hoop die we kunnen hebben in Suriname. Want we hebben de Hindustanse bevolkingsgroep nodig om Suriname vooruit te krijgen. En ik kan u verzekeren
dat er onder de Hindustanen heel wat Hindustanen zijn die hun positie heel goed begrijpen. En ze begrijpen 100% dat ze zich moeten aanpassen aan alle behoeften en noden van de Surinaamse bevolking. En dat ook graag doen. Ze houden van Suriname en ze werken hard voor het land. Maar het is een kleine bovenlaag onder leiding van minister Antokinu die bezig is met de leegroof van Suriname. En ik ga dat voor u analyseren wat er met die oliesector onder andere aan de hand is. Ik steven af op het einde, dus ik ga nog een paar kleine nieuwsfeiten behandelen. En dan moet u het daarmee doen. Zo maar zeggen. Dat is een bepaalde geëigde formulering. Van mijn onmacht. Van de tijdsafname. Goed. Ik wou even aangeven dat alles wat de klok staat, nu in Suriname, is dus die verkiezing. En dan wil ik u wat hoogtepunten geven om een idee te geven op welk laag niveau we in Suriname bezig zijn. Het is zo dat er een nieuwe politieke partij is opgericht. En die partij die heet Democratisch Platform Suriname, DPS. Onder leiding van Ramon Maknak. Robert Pneu is genoemd bij de lancering van die partij. En dat was weer de eerste uitgeleider. Ze hebben bij de proclamatie van die partij in alle enthousiasme bekendgemaakt dat Robert Pneu ook deelneemt aan die partij. En Robert Pneu was zeer attent. Die heeft direct de zaak gecorrigeerd. Hij zegt, luister, ik heb gezegd dat ik die partij wil endorsen. Endorsement, zegt men in het Engels. En endorsement betekent ondersteunen daar waar zijn technische hulp als technocraat nodig is. Maar hij is geen lid van die partij. En dat is een nieuw fenomeen dat nu in Suriname begint te werken. Namelijk dat men niet mensen gaat beoordelen op hun partijkeuze. Je moet mensen beoordelen op wat ze kunnen en wat hun bijdrage is aan die economie. En je ziet dat een nieuwe opgerichte partij. En wat is het nieuwe van die partij? Toen ik het hoorde, moest ik wel even een beetje glimlachen. Het Democratisch Platform Suriname, DPS, onder leiding van Ramon Maknak, die gaat de Winti propageren en helpen verdedigen. Dus die gaan zich met identiteitsvraagstukken bezighouden en met religie. Nou, dan kunnen we ze op één hoop vliegen met A20 Bishop Rijmen. En we kunnen ook de ter ziele gegaan PSV daartoe rekenen als een van die confessionele stromingen in de Surinaamse politiek. En je hebt ook dominee Breveld van Doe. Die was een tijdje uit de running, maar die is weer in de running. En ze hebben allemaal het geloof als leidraad voor een politieke deelname. En ik moet u zeggen, die mensen mogen dat doen. Er is niks mis mee. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de verbinding tussen de religie en de politiek is in de hele wereld is die afgekeurd. En dat is ook het negativisme wat in de wereld heerst ten opzichte van de islam. Omdat alleen maar bij die islamvolkeren dat niet het geval is. Dat men die religie dus gewoon verbindt met die staatsmacht. En dat hoort niet in een democratisch model. Het gaat alleen om het model. Men accepteert die religie wel, maar als onafhankelijke kerkelijke stroming. Ja, dat noemt men gewoon het confessionalisme, dat politiek meedoet met de religie en de religie met de politiek. Dat is legitiem. Maar je moet dat ding niet verbinden met de staat. De godsdienst is in alle democratische landen ontkoppeld van de staat, terwijl het vroeger niet het geval was. En dat is dus die spanning die er altijd heerst rondom die moslimgroepen. Ja, omdat die zich nog richten op staten in het Midden-Oosten en onder andere in Indonesië, waar dus die staat wel die koppeling maakt. En dus wij hebben veel van Indonesië te leren, omdat wij ook Javanen hebben
in Suriname, die uit Indonesië afkomstig zijn. En we hebben nu een nieuwe Indonesische regering. En ik moet zeggen, een vrouw aan het hoofd van de economie. Dat is het belangrijkste ministerie. En die vrouw is berengoed. En Indonesië komt met een aantal nieuwe inzichten. En de leider is Prabowo Subianto. 73-jarige ex-militair. Is de defensieminister geweest. In het vorige kabinet van Joko Widodo. En die gaat nu de nadruk leggen op onder andere. Ik kom een volgende keer kom ik uitvoerig hierop terug. Ze gaan in Indonesië de nadruk leggen op voedselveiligheid, onafhankelijkheid en zekerheid. Dus voedselonafhankelijkheid en voedselzekerheid. Dus ik herhaal, voedselveiligheid, voedselonafhankelijkheid en voedselzekerheid. Dus voedsel staat vooraan. Je moet als je politiek bedrijft, dan denken aan het eten van je bevolking, die moet zijn eten zelf produceren en verhandelen. Er moet geen andere eten voor je in je mond komen stoppen. Dat is het doel. En dat heeft die nieuwe president, zegt, heeft er heel wat studie naar gedaan. En heeft gezien dat dat het geheim is eigenlijk van je onafhankelijkheid. En hij zegt ook, wat hij zeker gaat doen in Indonesië, hij gaat met harde hand de corruptie uitroeien. Ja, en dat heeft Suriname ook nodig. Gewoon meedogenloos zijn tegenover corrupte mensen en oneerlijke mensen, bedriegers die de boel bestelen. Want als je dat niet doet, wordt jouw land nooit gezond. En verder zegt hij natuurlijk dat die inkomensongelijkheden gaat hij helpen bestrijden en de armoede. Dat zeggen alle regeerders ter wereld, dat ze die armoede gaan bestrijden. Maar Indonesië slaagt er zeker in met een filosofie, eenheid in verscheidenheid. En ik moet u zeggen, daarmee wil ik ook eindigen, want ik heb u veel meer te vertellen, maar ik zie dat ik aan het einde ben van mijn programma. En ik ga u wel zeggen dat de volgende keer ga ik het hebben over, dan ga ik een beetje meer die oude volgorde raadplegen, maar ik ga het ook hebben over de ideologie in de verkiezingsstrijd in Suriname, dat wij ook politieke partijen met een ideologie historisch hebben grootgebracht, zullen we zeggen. Het zijn groepen die men is vergeten, maar die mensen wonen nog allemaal in Suriname. En dat is een geschiedenis die is begonnen vanaf de eeuwwisseling van de 20e eeuw naar de 19e eeuw naar de 20e eeuw, dat moet ik zeggen, ja. Bij die overgang, dus van 1800 zoveel naar 1900 zoveel, is er in Suriname ook een verandering ontstaan in de bestuurlijke participatie van de bevolking. En is er zoetjes aan, step by step, een politieke cultuur ontstaan. En die cultuur heeft geleid tot die politieke partijen die we vandaag hebben. En dat proces ga ik voor u illustreren. Want dat is mijn hoop, dat Suriname afstevend op grote veranderingen. Dit was Ludwig van Lulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dan zal ik het ook hebben over het bezoek van Ilse aan Suriname. En een paar persoonsgerichte nieuwsfeiten die ik u had beroofd. Rondom de dood van mevrouw Judith de Kom, dochter van Anton de Kom en Ben Douglas. Dit was het. Odi, odi. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Ludwig. En ik zal het in elk geval buiten de uitzending zeggen, maar denk aan coroni. Oh ja. Zeker. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Ja hoor. Oké, Iwan. Bye-bye. Hartelijk dank. Ja, daar.